De gevallenen van de Koreaanse oorlog zijn vandaag herdacht middels een kranslegging bij het Koreaanse oorlogsmonument. De oorlog duurde van 1950 tot en met 1953. Elk jaar leggen bestuursleden van de Vereniging van Surinaamse Ex-Korea oorlogsvrijwilligers en medewerkers van het Koreaanse consulaat kransen bij het monument. Dit monument is door Korea aan Suriname geschonken als dank en eerbetoon aan de veteranen die hebben meegevochten voor de vrijheid van de republiek. De ambassadeur van Zuid-Korea, Dal Jong-mam, was er dit jaar ook bij. Fred van Russel, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Ex-Korea Oorlogvrijwilligers, zegt dat hij bijzonder trots is dat hij heeft mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de Republiek Korea. Wij hebben geleden en lijden nog onder naoorlogse trauma. Maar de herinnering aan dat prachtig land dat wij terugslagen en daar vereerd te worden met een warm en dankbaar ontvangst. Zijn daar ontvangen als hoge gasten. Voor onze bijdrage aan de bevrijding van Zuid-Korea, ja, die herinnering stemt ons nog altijd goed. Geachte aanwezigen, in het blad Fox, het contactorgaan van de Nederlandse Vereniging van Koreastrijders, las ik 2 dagen geleden een artikel dat de dankbaarheid van de Koreaanse volk nog meer onderstreept. In dat artikel ging het over het bijzetten van de Nederlandse oud-Koreastrijders, de heer Wessels, die op 12 mei 2016 als eerste Nederlandse werd bijgelegd op deze erebegraafplaats te Busan. In dit artikel staat namelijk vermeld dat op een apart deel van de internationale begraafplaats van de Verenigde Naties te Busan, op het ereveld Tangok, ruimte is gemaakt om oud-Koreastrijders een laatste rustplaats te geven. Volgens de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman kende de Koreaanse oorlog geen winnaars, maar slechts verliezers. 63 jaar geleden werd een wapenstilstand getekend, maar geen vredesverdrag, zegt Noorman. De Koreaanse oorlog wordt ook wel eens de vergeten oorlog genoemd, omdat deze zat ingeklemd tussen de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog. Wij vergeten deze oorlog zeker niet. Ook al omdat het voor ons koninkrijk een belangrijk moment in de geschiedenis was. Voor het Koninkrijk der Nederlanden, waar Suriname toen deel van uitmaakte, was de eerste deelname aan een vredesoperatie onder VN-vlag. Militairen uit 15 landen, afkomstig van 5 continenten, hebben onder de VN-vlag meegevochten om Zuid-Korea te steunen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft met 4748 militairen van de marine, de landmacht en de korpsmariniers ingezet, de meeste vrijwilligers. Hiervan zijn er 122 gesneuveld en 3 worden nog altijd vermist. Ook Suriname heeft zijn bijdrage geleverd aan deze vredesmissie. 115 Surinamers hebben als vrijwilliger deelgenomen aan het Nederlands detachement van de Verenigde Naties. Dames en heren, als vrijwilliger wil ik benadrukken. Onder hen vanzelfsprekend heer Van Russel en heer Gom en 2 anderen hier aanwezig. De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman. Er zijn vandaag kransen gelegd bij het Koreaanse oorlogsmonument ter herdenking van de gevallenen van de Koreaanse oorlog. De nog in leven zijnde Koreaanse oorlogsvrijwilligers mochten een medaille en een certificaat in ontvangst nemen. De reeds overleden veteranen werden postuum geëerd door de medaille en het certificaat aan hun weduwen uit te reiken.